Yo mensen, welkom bij een nieuwe video en deze video is via Slitter.io. Er is net een nieuwe EO game, Wings.io, maar ik ga die niet spelen omdat ik dit veel toffer vind. We zullen wel een andere naam pakken. Oké, dus dit is mijn echte naam. En ik weet het. Ik heb woensdag en vrijdag niet geüpload. Maar waarom nog maar? Ja, kijk, you know, ik heb ook een ander leven buiten YouTube. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. En ik had geen zin om te editen, man. En die ik zit in het midden van de dingen. Oh, ja, ik ben al lekker troep aan het eten. Oh. En hoe groot, ik zit al bijna aan 500, amai, je doet het gevaarlijkste. Hé, komt dan. Oeh. Nee. Dat is van mij. Fuck you, blijf eraf. Mijn troep. Hey, als ik Slitter Hero speel, ga ik altijd naar het midden. Want ja, daar zijn altijd alle mannen aan het vechten. Ik kan normaal zien BO3 spelen, maar ik vind Slitter.io leuker als BO3, dus... Het is mij nog nooit gelukt om in de top 10 te geraken. Dus dat is mijn doel in deze. Oeh. Ik heb het gevoel dat hij mij straks nog gaat afsnijden. Hè, die paarse. Weet je, als je groot bent, moet je echt oppassen voor kleintjes die ineens voor je springen. Hola! Dat is mijn troep. Mijn troep. Ik zit al aan 5000. Ik ga echt gewoon fucking lekker. Ik zie dat hij mij daar wil afsnijden. Je ziet dat gewoon tegen mij aan het volgen zijn om mij af te snijden. Die klootzakken. En ja, dan profiteren we er. Kijk hoe lang dat ik ben. What the fuck? Die paarse, die is redelijk geskilled, dat zie je wel. Dus het is echt gevaarlijk, want elk dingetje wilt u afsnijden. Oh, hij is dood. Eindelijk. Eindelijk is die asshole dood. Oh my god, ik sta bijna in de top 10. Bijna. Oh, die is tegen mij gebotst. Ja, dat is niet slim, hè, man. Come on, ik moet toch in de top 10 geraken. Oh shit, kijk hoe gevaarlijk en cool dat hier is. Oh, nog meer troep. Ah nee, ik dacht dat ik in de top 10 stond, maar het is Kitty Destroyer. Wij zijn Pussy Destroyer. Kijk, ik ben nog nooit zo groot geweest. Kijk hoe groot dat ik ben, dat is echt cool. Oh man, klootzakje, die wou mij afsnijden, die Mongool. Nee, ik ben gewoon Kitty Destroyer. Ik sta 5. Ik heb gewoon al 11.000, what the fuck. Ik heb zo'n grote slang, net zoals mijn Piet. Oké, ja, sorry, die uitspraak ging er een beetje over, maar we moeten realistisch blijven, natuurlijk. Man, een kut, Mongool. Ja, ik sta dus nu al... Ik sta al op 5. Ik sta gewoon op 5. Ik ben te goed in dit spel. Wauw. Het achterste van mijn eigen niet zoeken. Kijk hoe lang dat ik ben. Dat is vies cool. Maar ik ga gewoon op safe spelen. Ik ga niet rushen, want dat is gewoon fucking dom. Ik kan normaal zien over een onderwerp praten, omdat ik waarschijnlijk toch over de... 10 keer dood gegaan, maar ik heb gewoon een score van 12.000. Holy. Oeh. Oh my god. Oh, ik sta ineens op 3. Dat kan snel veranderen. Kom maar, jongen, ik moet toch op 1 geraken, zeker. Oh. Fuck off. Dommerik. Sorry, maar dat is voor mij. Oh my god. Ik ben echt al zoveel keer net niet dood gegaan. Jesus. Iedereen profiteert van mij. Profiteurs! Wie zijn wel een profiteurs? Ik zou het ook doen, maar ja. Normaal zie men ik zo de aaseter. Zo opeten van degene wat overblijft, die zijn dood gegaan. Maar nu ben ik zo het jachtdier. Ik sta altijd op 3. Kitty Destroyer, a.k.a. Gletscher, staat op 3. En oh my god, we staan op 2 gewoon. We staan gewoon op 2. Ja, die zit ingesloten. Dat is niet slim, man. Zou ik hem vrij laten? Nee. Oh, hij is dood. Dankjewel voor die shit. En toen leefde ik nog lang en gelukkig. Iemand stuurt mijn Steam bericht. Fuck off. Ik ben aan het opnemen. Maar ik ga toch terug naar het midden. Ik sta op 1! Ik sta op 1! Je moet wel altijd oppassen als je zo aan het insluiten bent. Oh shit, nu ben ik ingesloten. Ah, ik ben dood. Ik stond toch op 1, dus ja, ik ga deze video toch afsluiten. Dus vond je deze video leuk, was het een blauw duimpje. Abonneer, ik zie je de volgende keer. En de volgende keer meer. Tot dan, doei.